En jouw vriendin, wat vindt die ervan? Ja, die vindt het wel leuk, maar ja. ik probeer het een beetje af te houden, want ik denk dat het niet goed voor de relatie zou zijn als ik met mijn vriendin Stratego ga spelen. Breda nu. Hallo dames en heren, we staan hier op 16 hoog. Het is goed dat ik geen hoogtevrees heb, want we gaan op zoek naar Tim Slagboom. Want die heeft namelijk het WK Stratego gewonnen. En ik ben heel benieuwd hoe dat nou gaat, hoe dat nou te werk ging. Dus we gaan hem het hemd van het lijf vragen. Hij woont hier, ik hoop dat hij thuis is. Anders hebben we een probleempje natuurlijk. Hallo, hoi. Tim. Ja. De wereldkampioen Stratego. Hoi, dat klopt. Ja, dat ben ik. Daar willen we alles van weten natuurlijk. Ja, kom verder. Ja, leuk. En leg even in het kort uit wat Stratego precies is voor de mensen thuis die het misschien wel nog een beetje kennen, maar wat is het nou precies? Ja, Stratego is een spel die je speelt 1 tegen 1 en je hebt allebei een leger van 40 stukken, rood tegen blauw. En het doel van het spel is de vlag van de tegenstander veroveren. Je zet de stukken zelf neer, dus je bepaalt je eigen opstelling. Je hebt 40 velden om de 40 stukken neer te zetten. Mm-hmm. Stukken zijn onbekend, dus je ziet niet waar wat staat bij de tegenstander. En je gaat eigenlijk op zoek naar de vlag van de tegenstander. Je weet nooit waar die staat, dus je probeert op een tactische manier met de juiste risico's, de juiste mensen nemen, probeer je langzaam bij die vlag terecht te komen. Okay. En hoeveel potjes speel je nou zo zelf? Is dat elke dag een paar keer of één keer in de week? Ja. Of? Nou, ik speel al meer dan 20 jaar toernooien inmiddels. Ik ben nu 32, dus vrij jong begonnen. Maar ik speel nog steeds wel iedere week 1 à 2 spelletjes, zeg maar. Okay. Het is niet zo dat ik iedere dag aan het spelen ben. Mm-hmm. Maar nog steeds wel vrij fanatiek. En wat is nou het allerleukste van het spelletje? Dat geen enkel spelletje hetzelfde is. Ik heb al meer dan 10.000 potjes gespeeld inmiddels. Mm-hmm. En ik heb nog nooit hetzelfde potje gespeeld. Dus het blijft gewoon spannend en nieuw. En er zijn zoveel mogelijkheden. En hoe bereid je je nou voor op zo'n WK? Door met name de laatste weken, dus de afgelopen weken voor het afgelopen weekend, veel te oefenen. Dus zowel online, want online heb je ook een grote Stratego-community, zeg maar, ook voor spelers van over de hele wereld. Daar kan je goed tegen oefenen. Er zit hier ook een Stratego-club in Breda, hier een paar honderd meter vandaan. En wat is nou de allerbeste tactiek? Of? Nou, ik denk er meerdere zijn. Ik heb ook een opstellingenboekje met 40 opstellingen. Mm-hmm. En die neem ik ook mee naar het WK. En dan kies ik aan de hand van de tegenstander een opstelling uit. Heb je dan, als je bezig bent, altijd het gevoel van, dit gaat hem weer worden? Of? Nou, ik had eigenlijk na de eerste dag het gevoel dat het niet ging worden. Want ik stond tweede. En ik had in de vijfde ronde, dus de laatste partij van de eerste dag, had ik verloren van mijn rival. Maar op de tweede dag won ik al mijn partijen. En hij verloor er één. En hij speelde nog eentje gelijk. Dus toen was ik eerste. Oké. Ja, redelijk onverwacht. Maar wel lekker. Toch wel lekker, ja. En nou, wereldkampioen. Dan denk ik van, hou er nog een centje aan over, of niet? Het is met name de eer en deze mooie bokaal. En daar doen we het voor. En niet voor het geld. En er ligt daar nog iets? Een medaille? Ja, medaille. Mm-hmm. Dus we hebben ook met het Nederlands team zijn we wereldkampioen geworden. We hebben Engeland en België verslagen. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik wil een keertje tegen jou spelen. Nou, gaan we doen. Zullen we dat doen? Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Succes. Succes. Ja, wat hou ik dan dat het dan een 9 was? 10? 8. Nee, ik heb niks meer. Maar ik heb mezelf kapitein ingebouwd. Goed gespeeld, man. Ja, dankjewel. Ik hield het nog wel lang vol, toch? Ja, dat is. Ik heb op het WK makkelijker wedstrijden gehad, hoor. Ja? Oh. Nee, eigenlijk niet. Oh. Nou, bedankt. Leuk dat ik tegen de wereldkampioen mag spelen. Helaas niet helemaal gewonnen, maar ja, daar zou ik al wel aankomen. Nou, wel in de buurt. Wel in de buurt. Kloos. Ja. Ja. Nou, bedankt. En ik wens je nog heel veel succes in de toekomst. Dankjewel. Ik hoop dat je nog vaak twee keer mag winnen. Ja, dankjewel. Breda nu.